Hartelijk welkom op dit STOA symposium over KRW en waterketen. Mijn naam is Cora Uiterlinde, ik ben programmamanager bij STOA. En samen met Henry van Veldhuizen van Waterwaarde en Petra Angelona, die jullie ontmoet hebben bij de Badges, organiseren wij deze dag voor jullie. En dit is eigenlijk een beetje de tweede dag rondom KRW en zuiveringen die we nu organiseren. De eerste was om en nabij anderhalf jaar geleden. En toen zaten we ook op deze mooie locatie met wat minder mensen. Dus we kunnen constateren dat het onderwerp kaderrichtlijn water wel de nodige aandacht krijgt de laatste tijd. In de tussentijd hebben we we hebben een community of practice opgericht met de waterschappen. En Koert Petri van Waterschap Vallei en Veluwe is daar de voorzitter van. En in een community of practice proberen we elkaar als waterschappen onderling elkaar te helpen. En ook de vragen te beantwoorden die ons alle bezighoudt rondom de kaderrichtlijn water. We hebben ook de gelegenheid genomen om een aantal nieuwe projecten, STOA-projecten, in het leven te roepen. En nou, ik mag met trots zeggen dat die deze week het levenslicht hebben gezien. Want bij de inschrijving, waar de badges lagen, lagen twee STOA-rapporten. Fysiek, hardcopies. Eentje gaat over de afleiding van de effluent-samenstelling, RWST's vanuit KRW-doelen. Die is later in het programma wordt daar ook een presentatie over gegeven. En er is een rapport KRW-maatregelen voor de nutriëntenverwijdering in de afvalwaterketen. En nog een derde rapport is ook beschikbaar sinds gisteren. En dat is de evaluatie van het innovatieprogramma microfrontreinigingen. Drie nieuwe STOA-rapporten. En in de aanloop naar deze dag hadden we een discussie van, goh, is dat nog wel van deze tijd om hardcopy rapporten te verspreiden? Dus nou, ik heb voor u de ultieme test. Er zijn 200 aanmeldingen. Er liggen 75 hardcopy rapporten. En nou, ik hoop eigenlijk dat er nog heel veel overblijven, zodat we de volgende keer minder hoeven drukken. Er ligt ook een blaadje met drie QR-codes naast de rapporten. Dus u kunt alle rapporten kunt u in ieder geval digitaal downloaden om ermee te werken, om ermee aan de slag te gaan. En voor de rest. We hadden voor u bedacht om een Mentimeter. We gaan deze dag een Mentimeter regelmatig gebruiken. En dat is voor u allemaal geen bijzonderheid. De code staat daarboven. En er zijn nu al 98 mensen ingelogd. En met deze Mentimeter kunt u zien wie hier in de zaal zit. Want het is wel even handig om te weten. En het merendeel is afkomstig van waterschappen. En nou, dat doet mij natuurlijk deugd, want STOA is van, voor en met de waterschappen. Dus ik ben blij dat we onze doelgroep goed hier in deze zaal hebben weten te krijgen. Maar daarnaast zijn de adviesbureaus goed vertegenwoordigd en de Rijksoverheid. Dus dat is denk ik een hele mooie gemêleerd publiek wat we hier in de zaal hebben. En volgens mij komen er nog steeds meer mensen bij. Of in ieder geval komen er duimpjes bij, zie ik. Houdt u de Mentimeter bij de hand, want later deze dag gaan we deze Mentimeter nog een paar keer gebruiken. Ik sta hier namens STOA, maar we hebben Sander Mager gevraagd om hier de dag te leiden. Sander Mager is DB-lid van Hoogheemraadschap Amstelgooi en Vecht. En tevens ook portefeuillehouder waterkwaliteit van de Unie van Waterschappen. En we zijn heel blij, Sander, dat jij hier ons door deze hele dag wil komen leiden. Dus mag ik jou uitnodigen op het podium om de microfoon die voor jou al geïnstalleerd is over te nemen. Ja, dankjewel Cora.
En een hele goede dag allemaal. Cora zei het al, wat mooi dat hier zo'n grote hoeveelheid, maar ook een grote diversiteit van mensen in de zaal is. Welkom allemaal op de Wageningse Berg bij deze hele interessante dag. Toen ik binnenkwam zei ik, het is wel jammer dat we dat mooie uitzicht van de koffielocatie hier niet hebben. Want dat uitzicht bijna op die mooie grote rivieren, dat stimuleert mij in ieder geval altijd om even na te denken, als we het over de KRW hebben, dan doen we dat niet voor Brussel, maar dat doen we dat voor die mooie leefomgeving, voor die gezonde leefomgeving, voor dat robuuste watersysteem. Gebruik de koffiepauze zometeen niet alleen om heel erg te netwerken, want daar zijn dit soort dagen natuurlijk ook heel erg voor bedoeld, maar ook om nog eventjes die inspiratie op te halen. Ik weet zeker dat die inspiratie ook zal komen uit de verschillende presentaties die er voorbereid zijn voor vandaag. En daar zijn jullie natuurlijk voor gekomen. Met 200 man is het ook duidelijk dat het onderwerp leeft. En terecht, denk ik. Het is ook een onderwerp wat zich in een interessante dynamiek op dit moment afspeelt. Een nieuw kabinet, vorige week vrijdag een regeerprogramma, gisteren Prinsjesdag, begrotingen en vandaag de gesprekken in de Tweede Kamer daarover. U heeft wellicht ook de reactie van de Unie van Waterschappen gezien, dat we ons wel wat zorgen maken dat in die plannen het met name over water nog een beetje vaag is. Terwijl de urgentie zo ontzettend hoog is. U weet allemaal, als we hier zitten voor waterkwaliteit, dat 2027 echt heel erg dichtbij is. En dan lijkt het alsof we ons toch alweer focussen op die deadline van Brussel. Maar die deadline hebben we natuurlijk ook met elkaar gesteld, omdat we ons zorgen maken over die waterkwaliteit. En omdat we het zo ontzettend belangrijk vinden dat we schoon water hebben, nu, maar ook voor onze kinderen straks. En daarom is het belangrijk dat we van die concrete plannen naar concrete uitvoering komen. En ja, dat weten we allemaal, dan lopen we ook tegen dingen aan die lastig zijn, die we nog niet weten en waar we nieuwe kennis, maar vooral nieuw handelingsperspectief voor nodig hebben. Ik hoop dat het daar vandaag heel erg over gaat. Want de boodschap rond de kaderrichtlijn water, en er wordt op dit moment hard gewerkt aan de tussenevaluatie, is, alhoewel we echt mooie stappen zetten, nog niet goed genoeg. We gaan op deze manier de doelen in 2027 niet halen. We zeggen ook op alles wat we gedaan hebben, we willen de doelen wel halen. Want het is ontzettend belangrijk. We willen ook vanuit de Unie geen discussie hebben over of het niet een tandje minder zou moeten. We weten ook dat we de doelen kunnen halen. Want dat laat al ons werk in het watersysteem ook zien wat voor verbeteringen er mogelijk zijn. Maar vanuit de constatering van we willen het halen, we kunnen het in principe halen, maar we halen het nog niet, is ook duidelijk dat dat tandje erbij, en Rogier van der Zanden, de voorzitter van de Unie, die zei dat vorige week op een Unie-strategische tweedaagse tegen al zijn 20 collega-dijkgraven, dat is wel waar we het met elkaar over moeten hebben. En niet alleen als waterschappen, maar breed als watersector en zelfs daarbuiten, want heel veel van wat er uiteindelijk in dat watersysteem terechtkomt, is natuurlijk afkomstig van andere sectoren. Dus er wordt gewerkt aan beter handelingsperspectief. En daar zal het ook de komende tijd, ook met het kabinet, maar ook met alle andere actoren, heel nadrukkelijk over gaan. Natuurlijk gaat het dan over hoe gaan we uitvoeren wat we ons voorgenomen hebben. En dat is spannend met de beperkte capaciteit bij waterschappen zelf, de beperkte capaciteit bij bijvoorbeeld adviesbureaus en aannemers. We gaan het hebben over nog meer inzetten op VTH, op dat vergunningsverlening, toezicht en handhavingsstelsel. Omdat bijvoorbeeld mensen als Johan Vollebroek ons er wel op wijzen dat we het daar gewoon nog niet goed genoeg gedaan hebben met elkaar. En zelfs vanuit Brussel komt er een inbreukprocedure die zeggen van ja, jullie zullen echt iets moeten doen aan die vergunningen. Maar ik denk de belangrijkste focus, de belangrijkste lijn is meer werk van bronaanpak. Wij hebben ook in de reactie op de plannen van het kabinet of het ontbreken van plannen van het kabinet gezegd, het is echt de hoogste tijd dat het landbouwbeleid KRW-proof wordt. Dat het toelatingsbeleid van nieuwe stoffen KRW-proof wordt. Maar, en dan komen we op het thema van vandaag, dan moeten we ook naar onszelf kijken. En dan moeten we ook zorgen dat onze RWZI's KRW-proof zijn. En misschien
hebben we wel te lang gedacht, als wij ons houden aan de effluent eisen van de richtlijn stedelijk afvalwater, dan voldoen we keurig. Maar ik denk dat waar we hiervoor bij elkaar zitten, dat we zeggen, nee, we moeten echt veel meer kijken naar hoe we het effluent van de RWCT's kunnen toetsen aan de nutriëntendoelen van de KRW. En ook dat gaat over handelingsperspectief, over hoe dan. Ik kijk heel erg uit naar de sprekers van vandaag, want dat gaat mij ook in mijn rol als bestuurder heel erg helpen om daar een duidelijk beeld over te vormen. Want ik ben op zoek naar dat handelingsperspectief samen met al mijn bestuurlijke collega's. Een handelingsperspectief met ambitie, een handelingsperspectief met realiteit, want we weten ook dat we niet echt alles kunnen, maar ook een handelingsperspectief en vooral een handelingsperspectief wat leidt tot resultaat. Ik ben zelf ook heel blij dat er de afgelopen tijd heel erg hard gewerkt is daarom aan een visie waterketen. Omdat dat handelingsperspectief actie van iedereen vraagt. En we heel erg goed met elkaar moeten weten wat er allemaal op die waterketen afkomt om dat met elkaar goed te regisseren. Dat handelingsperspectief dat zal nog heel veel kennisuitwisseling, leren met elkaar vragen. En ik denk dat vandaag daar een belangrijk onderdeel van is. Het gaat ook heel veel afstemming en regie vragen. Want we hebben elkaar zo keihard nodig om die stappen te zetten die nodig zijn om te doen. Dus daarmee, hartstikke goed dat jullie hier zijn. Want die kennisuitwisseling, dat leren, dat doen we vandaag ook met elkaar. Dus ik kijk heel erg uit naar de presentaties, maar vooral ook naar jullie vragen en naar het gesprek in de pauzes die daar nadrukkelijk natuurlijk ook voor benut worden. Dus ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Daarmee hou ik op met praten en is het de hoogste tijd voor de eerste inhoudelijke spreker. En dat is Harm Gerrits. Jullie zien hier het programma. Tot de pauze doen wij drie presentaties. De pauze is voor netwerken, maar er is ook een hele mooie postersessie. En de eerste presentatie die gegeven zal worden is door Harm. Ik ken Harm omdat ik hem tegenkom bij het RBO Rijnwest. Het regionaal bestuurlijk overleg rond de kaderrichtlijn water van alle waterschappen en alle andere waterbeheerders in Rijn-West. Harm is daar coördinator van de acht waterschappen. Harm, ik las dat je als bodemchemicus opgeleid bent. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet, want ik ken je niet anders als waterexpert. En daarom ben jij volgens mij de juiste persoon om ons mee te nemen in de stand van de KRW. Harm Gerrits.